De nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Beuningen vordert gestaag. Inmiddels staan er 10 chalets op het terrein en in totaal komen er 41, waarin zo'n 230 mensen opgevangen kunnen worden. De noodopvang is bedoeld voor een langere periode. Mensen uit Oekraïne kunnen zich op deze locatie ook inschrijven in de basisregistratie personen. Pas daarna kunnen ze aanspraak maken op leefgeld, school, werk en inkomen. Het Asdonk-terrein wordt in principe voor maximaal 5 jaar ingericht als noodopvang. Als die voor Oekraïners niet meer nodig is, kunnen de chalets ook door andere woningzoekers gebruikt worden. Vluchtelingen uit andere landen, maar ook mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, of reguliere woningzoekers.